Goedenavond. Van harte welkom bij de toekomst van de roman. Mijn naam is Arjen Fortuyn. Ik werk voor NRC Handelsblad en ik zal tussendoor af en toe het een en ander zeggen vanavond. De Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam organiseerde op 21 november 1995 al een avond onder de titel De lotgevallen van de roman. Het gerucht ging dat de vruchten van die avond waren vervat in een boek van papier. Navraag bij de SLA-administratie leerde echter dat het enige wat vooralsnog bekend is van die avond als overblijfsel is dit cassettebandje. Erop staat SLA, de lotgevallen van de roman, 21 november 1995. En dan, de roman is dood, leven de roman. Met medewerking van Oek de Jong, Atte Jongstra, Willem-Jan Otte en Leo Plezier. Sindsdien is er veel veranderd en kennelijk ten goede. Want nu, in 2013, kijken we niet meer naar het verleden, naar de lotgevallen van de roman. En beweren wij ook niet meer dat de roman dood is. Maar we kijken naar de toekomst van het genre. Die is er kennelijk. En deze lente wijdt de SLA in samenwerking met de Bali 3 voordrachten van prominente schrijvers aan de roman. Vanavond luisteren we hier naar Oek de Jong, op 2 april naar Vonne van der Meer en op 29 april, Koninginnennacht, naar Tommy Wieringa. En zij zijn niet de enige, er is ook steeds een panel en dat wordt vanavond gevormd door de toekomst van de Nederlandse roman. Of althans een deel van die toekomst. Wanda Rijssel is er, die debuteerde in 1986 met Jacobi's Tocht en ze werd 2 keer genomineerd voor de Librisprijs en 1 keer voor de ACO-prijs. En in 2008 won ze de Anna Bijnsprijs. 2 jaar geleden verscheen haar jongste roman Nacht over Westwoud. Christiaan Weitz is er, die debuteerde in 2006 met artikel 285b. Hij won daarmee de Anton Wachterprijs en hij werd genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Dat gebeurde hem 2 jaar later opnieuw met Via Capello 23. En de verschijning van zijn roman Euforie afgelopen herfst was aanleiding om de BNG Nieuwe Literatuurprijs toe te kennen. En maandag kwam daar zijn eerste Libris-nominatie bij. Joost de Vries, de derde schrijver in het panel, won nog geen grote prijzen. Maar zijn debuutroman Clausewitz werd in 2010 binnengehaald als een moelis van zijn tijd. En dit voorjaar, dat wil zeggen op 18 april, verschijnt zijn tweede roman. En de titel is, Joost? De Republiek. Oké. Nee, het zijn... Over literaire prijzen gesproken. Afgelopen maandag gaf de jury van de Librisprijs een breed beeld van de romanoogst van 2012. Allereerst was daar de IKEA-roman. Dat is niet de lang verwachte terugkeer van het deconstructivisme in de Nederlandse letteren. Het is iets anders. Ik citeer Clary Polak, de juryvoorzitter, al heb ik niet de illusie dat ik IKEA-roman met zoveel weerzin kan uitspreken als zij. De jury was weinig enthousiast over het flinke aandeel bij de inzendingen van wat wij de IKEA-roman zijn gaan noemen. Het boek lijkt als het ware geschreven met behulp van een handleiding, een bouwpakket, bestaande uit een handvol personages, een groot geheim in het verleden, tegengestelde belangen, loyaliteiten, een verliefdheid hier of juist wroeging en verdriet over een verbroken relatie daar. Na een onrustige opbouw komt de schrijver uiteindelijk tot een meubel. De verschillende perspectieven en wisselingen van tijd vaak verwarrend met de gelaagdheid die de goede roman kenmerkt. Een aanzienlijk aantal boeken begint met veel potentie, maar verliest gaandeweg het verhaal zijn frisheid om tenslotte nog wat nadruppelend ten onder te gaan. Ook ging het maandag bij die bijeenkomst over de ik-roman. Dat is niet de term die de jury ervoor had, maar die ik bedacht heb omdat het zo leuk op IKEA lijkt. Dat zijn boeken waar, nu wel volgens de jury, schrijvers niet de kaart van het bestaan tekenen, zoals Milan Kundera dat noemt, maar de kaart van hun bestaan. Iemands lot wordt dan de plot, het leven zelf bezorgt het boek opzet, compositie en personages die slechts in zeldzame gevallen boven zichzelf uitstijgen. De roman is dan geen ontdekkingstocht, maar een particulier verslag van de eigen tocht.
Verder signaleerde de jury nog de eigentijdse roman met korte zakelijke zinnen, een jachtig tempo, toespeling op de actualiteit en de tijdgeest, natuurrampen, oorlogen, terreuraanslagen. Ze zijn een populaire achtergrond voor het persoonlijk drama dat zich voltrekt. En er is sprake in de Nederlandse roman volgens de Libris-jury van de synthese. De tendens om het individu te situeren in een absurde, amorfe of bureaucratische wereld. Een buitenstaander die een eenzame strijd voert en onontkoombaar ten onder gaat. En om zijn ondoordringbare omgeving te typeren, worden bij tijd en wijle de meest futuristische bouwwerken en technieken te hulp geroepen. Maar de werkelijke context is de binnenwereld van de hoofdpersoon. Als we daarin kunnen doordringen, levert dat vaak mooie literatuur op, waarin veel ruimte is voor de verbeelding. Het komt dus wel goed met de roman. Zeker voor zover het de hier aanwezige schrijvers daar niet al het levende bewijs van zijn. Maar hoe gaat het met de lezer van de roman? Het is een lezer van goede kwaliteit. Dat is zeker, maar hoeveel zijn er nog? Want de lezer van de roman lijkt al jaren verdrongen te worden uit de top 10 door het boeken kopen van lezers van twee andere genres, die weliswaar het etiket literair dragen, maar daardoor nog niet bepaald literair zijn, namelijk de literaire thriller en de literaire non-fictie. En toen moest de porno zich nog in de markt mengen. En hoeveel hoogopgeleide lezers laten zich onderweg naar hun boekenkast afleiden door de dvd-kast die er vlak naast staat en bevredigen vervolgens hun hoogwaardige narratieve behoeften door het bekijken van ellenlange televisieseries op dvd. Ik bedoel dit niet neerbuigend, ik heb zelf alle 7 seizoenen van The West Wing in hun geheel 2 maal bekeken en ik moet toegeven dat ik het bureau van Voskuil nooit heb durven herlezen. En nu we het toch over televisie hebben, ook daar heeft de roman het moeilijk. Want een roman levert nou eenmaal niet snel goede televisie op. Sommige schrijvers wel, zoals Kees van Kooten of Herman Brusselmans. Maar over zo'n roman kan een schrijver het maar niet te veel hebben. Dat wordt al gauw saai en ondoordringbaar. Zo nodigt een programma als Pauw en Witteman wel schrijvers uit, maar eigenlijk nooit romanschrijvers. En als er al romanschrijvers komen, komen ze niet om over hun roman te praten, maar over de wereld. Of over Nederland, een stukje van die wereld. Dat is een land wat wel interessant genoeg is voor een talkshow op televisie, maar waar eigenlijk amper een grote maatschappelijke roman uit te peuren is. Tenminste, dat hoorde ik een Nederlandse schrijver afgelopen maandagmiddag zeggen, kort nadat hij had vernomen dat hij was voorgedragen voor een belangrijke prijs. Dat laatste gebeurde ter ere van zijn jongste, kolossale roman, die deze herfst vrijwel algemeen is onthaald als een magnum opus en die dan ook alom tegenwoordig was in de keuzes van de beste boeken van het jaar rond kerst. En natuurlijk is die opmerking over het kleine Nederland, dat eigenlijk te klein is voor een grote roman, nu net door mij enigszins uit zijn verband getrokken, maar dat komt omdat u nu het verband rondom de opmerking krijgt. Want ik kan nog niet zeggen habemus papam, maar we hebben wel Oek de Jong. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Laat ik eens beginnen met Lideweij Edelkoort. U kent haar waarschijnlijk wel. Zij is een internationaal befaamd trendwatcher en forecaster. Een forecaster is zoiets als een voorspeller. Ze heeft een bureau met 20 medewerkers in Parijs, bezit appartementen in Amsterdam en New York en is naar eigen zeggen 200 dagen per jaar op reis om overal ter wereld bedrijven te adviseren, vooral op het gebied van de mode. Ze werkt onder andere voor Coca-Cola, Galerie Lafayette, Esprit, Armani, Zegna, Zara en Prada.
Ondertussen vangt ze in alle wereldsteden op wat er in de lucht hangt en wat komen gaat. Ze heeft daar een bijzondere antenne voor, een soort zesde zintuig. In een recent interview heeft Edelkoort zich terloops uitgelaten over de toekomst van de roman. De interviewster vroeg haar of het lezen van romans nog wel van deze tijd is. De vraag op zich is al opmerkelijk en typerend voor de tijdgeest. Het antwoord van Edelkoort, ja en nee. Ook dat is interessant, ja en nee. Het is van deze tijd en het is niet meer van deze tijd om romans te lezen. 25 jaar geleden zou deze vraag nooit zijn gesteld. 25 jaar geleden, dat wil zeggen voor het algemeen worden van internet, laptop, smartphone en social media. In 1988 zou deze vraag bij geen enkele journalist zijn opgekomen. Ja en nee, zegt Edelkoort. In haar eigen snelle en hectische leven heeft ze alleen in de zomer nog tijd om romans te lezen. Maar ze ziet onderweg in het vliegtuig wel steeds meer mensen weer lezen in plaats van naar een film te kijken. Ze voorspelt dus een zekere beeldmoeheid. Ik geef het graag even aan u door. Over niet al te lange tijd zult u misschien dus last krijgen van beeldmoeheid. Mensen zullen ook weer, aldus Edelkoort, ontdekken wat het bijzondere is van lezen. Dat je de beelden niet kant-en-klaar krijgt voorgeschoteld, maar dat je die zelf maakt in je hoofd. Het lijkt er dus op dat de ontwikkelde klasse het lezen van de romans opnieuw zal ontdekken. Haast als een verfijnd genot uit vervlogen tijden. Beter dan deze trendwatcher en forecaster kan ik het niet doen als het gaat om de toekomst van de roman. Ik ga dus geen voorspellingen doen over de toekomst van een van de grootste uitvindingen van de westerse cultuur in een nieuwe eeuw. En ik ga zelfs geen verwachtingen uitspreken. Ik wil het hebben over het heden, over de huidige positie van de roman en ik wil het hebben over de overlevingskracht van het genre. Sinds de 18e eeuw heeft de roman een hele reeks technologische en culturele revoluties overleefd. Dat wil zeggen, romanschrijvers hebben zich steeds met succes weten aan te passen aan veranderde omstandigheden. Ik denk dat niemand eraan twijfelt dat we aan het begin van de 21e eeuw opnieuw getuige zijn van een technologische en culturele omwenteling. De digitale revolutie en alles wat die met zich meebrengt aan nieuwe technologie en nieuwe maatschappelijke fenomenen. De culturele context waarin romans worden geschreven en gepubliceerd is ingrijpend aan het veranderen. Hoe ziet die context eruit? Ik denk dat we hem het scherpst in beeld krijgen door stil te staan bij de fundamentele veranderingen die zich de afgelopen 25 jaar in de cultuur en het literaire bedrijf hebben voorgedaan. We zijn de schok al te boven, maar een tijd lang was het een schokkend fenomeen, in elk geval voor mensen van een zekere leeftijd. Het vervagen van de culturele hiërarchie, de gelijkstelling van hoge en lage cultuur. Voor jongeren was het misschien een verlossing of de erkenning van een toestand die voor hen al lang een feit was. Maar voor degenen die nog zijn opgevoed met een klassiek bildungsideaal was het zonder meer een schok. Eeuwenlang is die culturele hiërarchie er geweest. En eeuwenlang was er een elite die de wil en de macht had om die twee sferen gescheiden te houden. En aan het eind van de vorige eeuw is daar in korte tijd een eind aan gekomen. Het cultureel supplement van NRC Handelsblad weerspiegelt in deze de tijdgeest. Decennia lang was het CS een bolwerk van hoge cultuur. Maar tegenwoordig kan ook een jonge gitaarheld, rapper, filmster of mode-icoon op de voorpagina verschijnen. En deze verbreding van het culturele spectrum heeft uiteraard ook de positie van de roman veranderd. De roman is mede door die gelijkschakeling van hoge en lage cultuur zijn plaats in het centrum van de cultuur aan het verliezen. De filosoof Cioran heeft de Europese samenleving, ik citeer, de samenleving van de roman genoemd en de Europeanen de kinderen van de roman. Daarmee bedoelend dat ons zelfbewustzijn, de manier waarop wij onszelf zien en begrijpen, in belangrijke mate is gevormd door de roman. Door de manier waarop romanschrijvers de menselijke conditie hebben geanalyseerd.
Je kunt je afvragen in hoeverre toekomstige generaties nog steeds kinderen van de roman zullen zijn en niet veel eer kinderen van de film of kinderen van de televisie of kinderen van het internet of alle drie tegelijk. De afgelopen kwart eeuw hebben we ook gezien hoe de beeldcultuur op spectaculaire manier dominant is geworden. In kranten en tijdschriften is het beeld prominent aanwezig. De digitale camera heeft fotograferen tot een alledaagse handeling voor bijna iedereen gemaakt. Het beeldscherm is alom tegenwoordig. Dankzij internet en iPad kunnen we op elk moment en op elke plaats beelden zien. Veel mensen zien 3-4 films per week. Het beeld dringt zich aan ons op, zelfs als we het vanuit onze ooghoeken zien, want het heeft een directer impact dan het geschreven woord. Het is ook minder spannend om te kijken dan te lezen. De filmindustrie heeft een enorme terreinwinst geboekt en levert op de consument gericht de verhalen die de mensen willen zien. Cineasten en producenten pakken razendsnel de nieuwe onderwerpen in de samenleving op. Ook dit beïnvloedt de positie van de roman. Er is heel veel wat romanschrijvers niet meer hoeven doen omdat de media het al doen. En er is heel veel wat ze niet meer hoeven doen omdat de filmindustrie het al doet. De verzakelijking en commercialisering van de maatschappij heeft zich ook doorgezet in het literaire bedrijf. Het grote nieuwe woord in de literatuur is niet de naam van een nieuwe literaire stroming of een nieuw type roman. Het grote nieuwe woord is marketing. Zowel schrijvers als uitgevers moeten een steeds grotere inspanning leveren om een roman onder de aandacht te brengen. Lange tijd hebben schrijvers in de publieke sfeer nooit iets gedaan om hun werk aan de man te brengen. Dat werd als minderwaardig beschouwd. Zelfpromoting was niet chic. Zola verkocht in heel Europa honderdduizenden exemplaren van zijn romans zonder dat er één interview aan te pas kwam. 25 jaar geleden deed een bekend Nederlands schrijver bij het verschijnen van zijn nieuwe boek welgeteld 3 interviews. 1 met een landelijk dagblad, 1 met een invloedrijk weekblad en nog 1 met een grote provinciale krant. Tegenwoordig zijn het er tientallen en geeft hij ook nog eens tientallen lezingen in den lande. In de jaren 60 was Reve de eerste schrijver in Nederland die hardop durfde zeggen dat hij een winkel had. Destijds een provocerende uitspraak, want een schrijver was een kunstenaar. En een kunstenaar vertoefde in de hoogste regionen van de geest en sprak niet over het slijk der aarde, over geld dus, hoe hard hij het ook nodig had. Tegenwoordig kijkt niemand er meer van op als een schrijver zich uitlaat over de marketing van zijn roman. Ikzelf sta bijvoorbeeld bij de overheid te boek als zelfstandig ondernemer en ben enige jaren geleden verplicht om lid te worden van de Kamer van Koophandel. De mediacultuur heeft in een kwart eeuw een immense groei doorgemaakt en dat heeft ook de literaire wereld veranderd. De schrijver is een mediafiguur geworden en heeft de media nodig om zijn werk te verkopen. Schrijvers met een goede mediaperformance hebben daar veel baat bij. Voor de verlegenen en schuchteren onder de schrijvers is dit geen goede tijd. Knarsetandend zien zij mindere schrijvers dan zijzelf naar voren komen. De media hebben een ontmythologisering van het schrijverschap veroorzaakt. Voorheen waren schrijvers geheimzinnige, vrijwel onbenaderbare figuren die je wel eens op straat zag lopen. Tegenwoordig weten we van schrijvers hoe ze werken, hoe hun werkkamer eruit ziet, wat de achtergronden zijn van hun nieuwste roman en nog veel meer. Dit lijkt mij overigens een goede zaak. Je kunt overigens ook betogen dat de media na die ontmythologisering van het schrijverschap weer een nieuwe mythe van de schrijver als individu hebben gecreëerd. Elke schrijver krijgt na verloop van tijd een imago. Toen afgelopen oktober Pier en Oceaan werd gepubliceerd, verscheen er in de Volkskrant een profiel waarin ik weer eens werd geportretteerd als een teruggetrokken schrijver. Het begeleidend fotoportret sloot aan bij de kop en de teneur van het artikel. Ik zag er inderdaad teruggetrokken uit, norsig en ontoegankelijk na langdurig gedwongen stilstaan voor de fotograaf. De fotograaf had achter mij een paar gordijnen dichtgetrokken vanwege het schelle licht, waardoor de indruk kon ontstaan dat ik leef achter gesloten gordijnen. De afgelopen maanden heb ik meer dan 50 interviews en zaaloptredens gedaan. Ik heb honderden mensen een hand gegeven en duizenden kilometers gereisd.
Maar van het imago van de teruggetrokken schrijver zal ik nooit meer verlost worden. En ik denk dat ik het maar moet gaan koesteren. De mondialisering, tenslotte, is ook van grote invloed op de romancultuur. Nog niet zo lang geleden concurreerde een Nederlandse auteur in de boekhandel met een handjevol klassieke en een handjevol Duitse, Franse en Amerikaanse auteurs. Tegenwoordig moet hij het met zijn roman opnemen tegen de romans van duizenden schrijvers, afkomstig uit de beide Amerika's, Afrika, Rusland, India, China, Australië, Japan en alle Europese taalgebieden tot aan IJsland toe. Hij concurreert nu dus met auteurs uit de hele wereld. No problem, kun je denken. Alleen maar inspirerend, toch? Maar door de grote concurrentie, het voortdurende gevecht om de aandacht, zullen schrijvers in hun minder verheven ogenblikken toch geneigd zijn zich af te vragen: wat moet ik schrijven om net zo bekend te worden als mijn schrijvende leeftijdgenoten in New York en Londen? Imitatie ligt dan voor de hand. En dus het gevaar van eenvormigheid. Zola werd in zijn tijd ook eindeloos geïmiteerd, kun je zeggen. Maar de verleiding om te imiteren is nu veel groter, omdat de commerciële belangen zoveel groter zijn. En dus ook het gevaar van eenvormigheid, van steeds meer romans die sprekend lijken op andere romans. Wat mijzelf betreft zijn al deze veranderingen, en dan heb ik het nog niet eens gehad over het onvermijdelijke e-book, vooral buitenkantig. Ik moet er steeds meer voor doen om mijn roman de wereld in te krijgen. En mijn roman moet met steeds meer romans en steeds meer media concurreren. Ik besef ook dat de lezer die mijn roman wil lezen heldhaftig strijd moet leveren met alles wat in zijn vrije uren aan hem trekt. Hij heeft voor lezen steeds minder tijd. Ondertussen is er inhoudelijk niets veranderd. Ik schrijf vanuit dezelfde instelling als altijd. Ik spiegel me nog steeds aan grote schrijvers uit de 19e en 20e eeuw. Stendhal, Tolstoy, Proust en Joyce vormen voor mij de top van het pantheon. En daaromheen de scharen van de iets minder, maar nog altijd zeer bewonderenswaardige en mij dierbare schrijversgoden. Isaac Babel, Tsjechov, Salinger, Carver en anderen. Ik geloof nog steeds in de manier waarop zij het schrijverschap hebben vormgegeven, in hun definitie van het schrijverschap. Het laatste spreekt misschien vanzelf, want mijn beeld van het schrijverschap is ontstaan in, ik zou haast zeggen, een andere tijd. In de pre-digitale tijd, de tijd waarin je nog onbereikbaar kon zijn. Hoe definieerden deze schrijvers het schrijverschap? Het kan alleen ontstaan uit innerlijke noodzaak. Het kwam tot uitdrukking in een persoonlijke stijl, een persoonlijke visie en het werk was principieel niet commercieel, niet toegeschreven naar een publiek. Juist door de nieuwe ontwikkelingen geloof ik nog sterker in deze definitie van het schrijverschap. Want in een wereld die door consumentenindustrie en media steeds gelijkvormiger worden, hebben we meer dan ooit behoefte aan authenticiteit. Ik bezie de nieuwe cultuur overigens anders dan pakweg 10 jaar geleden. Toen deze revolutie op gang begon te komen, was ik er nieuwsgierig naar, maar ook snel geneigd om te denken in termen van verlies, teloorgaan en vervlakking. Het cultuurpessimisme van de vorige eeuw is misschien toch een geconditioneerde reflex geworden. In sombere buien zag ik de barbarij al ontstaan door de dictatuur van het entertainment, de dictatuur van de commercie, het consumentisme en de media. En ik vroeg me af of mensen over 20, 30 jaar überhaupt nog in staat zouden zijn de specifieke kwaliteiten van een literaire roman te zien en te waarderen. Momenteel meer vertrouwd geraakt met die stortvloed aan nieuwigheden, met iets meer inzicht in de nieuwe ontwikkelingen, ben ik geneigd tot optimisme. En er zit ook niets anders op, want we moeten gewoon verder. Waarin zit hem nu de overlevingskracht van de roman? Allereerst in het onuitroeibaar voortbestaan van het type jong mens dat om de een of andere duistere reden wil schrijven. Ik ben ervan overtuigd dat die er altijd zullen zijn. De vertellers in proza, zoals er altijd dichters en muzici zullen zijn. De roman overleeft ook door het onuitroeibaar voortbestaan van een bepaald type schrijver. Een schrijver die niet alleen een verhaal vertelt, maar in zijn roman ook een esthetische ambitie heeft. Een schrijver die uitgaat van zijn eigen obsessies, haast met een zekere naïviteit, hoe slim en sensibel hij verder ook mag zijn.
De roman dankt zijn overlevingskracht ook aan een aantal inherente kwaliteiten. Aanpassingsvermogen is de eerste van die kwaliteiten. De roman heeft al vele gedaantes gehad en ondergaat steeds met groot gemak nieuwe gedaantewisselingen. De meest voor de hand liggende aanpassing aan nieuwe tijden, ja, dat zijn natuurlijk nieuwe onderwerpen. Deze aanpassing voltrekt zich eigenlijk vanzelf. Elke nieuwe generatie schrijvers weerspiegelt een nieuwe wereld. Voor elke nieuwe generatie schrijvers is er ook automatisch een publiek. Want elke generatie lezers wil nu eenmaal zijn eigen schrijvers. Nieuwe onderwerpen, zei ik, en niet actuele onderwerpen. Groter dan ooit is momenteel voor schrijvers de verleiding om een roman vol te stoppen met actualiteit. Er wordt voortdurend om gevraagd, er wordt voortdurend op aangedrongen. Wie zich afvraagt waarom schrijvers zich niet gretig op de actualiteit storten, stofte over immers, begrijpt gewoon niet waar een roman toe dient. Schrijvers zijn geen herkauwers van de actualiteit, om een uitdrukking van Milan Kundera te gebruiken. Persoonlijk denk ik dat het vrijwel onmogelijk is om een roman van blijvende waarde te schrijven over een actuele kwestie. Dat wordt een journalistieke roman of een leuk eigentijds dingetje dat snel in de vergetelheid verdwijnt, net als die actualiteit zelf. Tolstoj heeft 50 jaar na dato geschreven over 1812, het roemruchte jaar waarin Napoleon met zijn immense leger Rusland binnenviel. Als Tolstoj in 1813 aan oorlog en vrede had kunnen beginnen, was het geen goed boek geworden. Er is een afstand van jaren nodig om maatschappelijke gebeurtenissen in perspectief te kunnen zien en te begrijpen wat ze werkelijk hebben betekend. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat een roman niet eigentijds moet zijn. Van Baudelaire is de bekende uitspraak Il faut être de son temps. Een kunstenaar, een schrijver, moet van zijn eigen tijd zijn. Baudelaire vond ook dat schrijvers in de eigen tijd de mythe moeten proberen te zien. Dat ze de mythe van de eigen tijd moeten verbeelden. En dat is heel wat anders dan het herkauwen van actualiteit. De literaire roman vermindert zijn overlevingskansen in een op actualiteit gefixeerde wereld juist door zich uit te leveren aan die actualiteit. Ik geloof evenmin, om het waarschuwende vingertje nog even geheven te houden, in een Nederlandse roman waarin Nederland wel even voorkomt, maar die zich verder afspeelt in Engeland en India en zijn climax beleeft op een hoogvlakte in Peru. Het is romantiek, pseudo-cosmopolitisme en lonken naar buitenlandse uitgevers. De toekomst is aan een combinatie van het lokale en mondiale. Ik citeer hier graag een opmerking van W.F. Hermans. Alle grote literatuur is provinciale literatuur. En wat is wereldliteratuur? Dat is literatuur uit provincies waar de hele wereld belangstelling voor heeft. Je kunt hier denken aan de romans van Faulkner, wiens personages zelden verder komen dan Jefferson, Mississippi. Of aan de romans van Marquez, waarin de personages meestal weinig meer van de wereld hebben gezien dan het provinciestadje Macondo. Het werk van Kafka, Carver, Updike, Gogol en vele anderen, het speelt zich allemaal af in de een of andere provincie, waarvoor dus de hele wereld vroeg of laat belangstelling heeft gekregen. Ik begrijp heel goed dat schrijvers in hun romans weg willen uit het kleine Nederland, maar het beste schrijf je toch over wat je het beste kent. Stijl is onverminderd een selling point van de roman en een uiterst krachtig middel voor de literaire auteur om zich te onderscheiden van andere soorten schrijvers. De kracht van elke literaire roman, zelfs de meest plot-driven, berust op de kracht van zijn stijl. Graham Greene is, ondanks alle plots en subplots in zijn romans, een stijl. Jonathan Franzen is een stijl. Grunberg is een stijl. Lezers die een leven lang van Nesquio houden, houden een leven lang van zijn stijl, die tot in het kleinste kattenbelletje herkenbaar is. Stijl is de fysionomie van de geest, zei de oude en bebakkenbaarde Schopenhauer. Het is een onverbeterbare typering. Alles wat een schrijver is en alles wat hij te bieden heeft, zit in zijn stijl. In de jazz is er een onder blazers bekend adagium dat luidt: Stay with your horn.
bedoeld wordt, hou je instrument bij je, dag en nacht, blaas erop, oefen en oefen, net zolang tot je een eigen toon hebt ontwikkeld. Stijl geeft de lezer genot, misschien wel vooral bij het herlezen. Wanneer ik het rood en het zwart van Stendhal herlees, geniet ik bovenal van zijn stijl. Het puntige en abrupte van zijn zinnen, het hoge tempo van zijn scènes en de vlijmscherpe manier waarop hij karakters en gevoelens ontleedt. Van Stendhal kan gezegd worden dat hij zijn instrument steeds bij zich heeft gehouden, waar hij ook was en wat hij ook deed. Want zijn ogenschijnlijk simpele en achterloos briljante stijl is het werk van vele jaren. Het is een schoolvoorbeeld van sprezzatura, van ogenschijnlijk gemak. Een tweede krachtbron voor de roman van de toekomst ligt in het verleden. Ik bedoel de ongelooflijk rijke en veelvormige traditie van de roman, waarover we tegenwoordig gemakkelijker dan ooit kunnen beschikken. De romanschrijver kan de traditie gebruiken om zichzelf te versterken. Het is een onuitputtelijke leerschool, een altijd vloeiende bron waar ik kan verkeren in het gezelschap van de meest geestrijke schrijvers van het verleden die daar 24 uur per dag voor hem beschikbaar zijn. De traditie levert een maatstaf, de beste maatstaf, de meest interessante en de meest relevante. Duizenden schrijvers hebben in hun tijd uitstekend geschreven, maar ze zijn vergeten. Een paar honderd zijn er overgebleven, omdat ze de allerbeste waren en hun werk biedt romanschrijvers van nu een maatstaf, iets uitzonderlijks om zich toe te verhouden. Een van de belangrijkste kenmerken van onze tijd is dat we in verbinding kunnen staan met vele andere tijdperken. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Eeuwenlang heeft men in Europa bijvoorbeeld alleen de muziek van zijn eigen tijd beluisterd. Bach heeft na zijn dood meer dan een halve eeuw onder het stof gelegen. En ook het voortleven van Mozartmuziek was niet vanzelfsprekend. Pas in de 19e eeuw begon men naar muziek uit vroeger tijden te luisteren. En pas in de 20e eeuw werd dat op grote schaal mogelijk door radio en grammofoonplaat. Stravinsky heeft er zijn oeuvre opgebouwd op muziek uit andere tijden. Picasso, Matisse, Giacometti en andere moderne meesters hebben vele, vele uren doorgebracht in het Louvre en hun blik gescherpt aan de kunst van andere tijden. Ze waren revolutionaire vernieuwers, maar ze kenden de collecties oude kunst van het Louvre door en door. Modeontwerpers van nu kijken naar kostuums van lang geleden. Portretfotografen bestuderen geschilderde portretten uit vroeger eeuwen. Het lijkt mij dus vanzelfsprekend dat romanschrijvers van nu zich laten inspireren door die rijke en veelvormige traditie van de roman. Juist nu de roman onder veranderde omstandigheden opnieuw zijn kracht moet bewijzen. De roman moet zichzelf vernieuwen. Maar wat werkelijk vernieuwend is, afgezien van alle leuke eigentijdsheid, kun je pas vaststellen als je de traditie kent. Je kunt zelfs nog een stap verder gaan. Wat vernieuwend is, krijgt pas die betekenis door de vergelijking met het voorafgaande. De grote kracht van de roman is altijd geweest dat hij de evolutie van ons bewustzijn heeft geregistreerd en mede heeft vormgegeven. De roman kan ook iets wat in geen ander medium mogelijk is. Onlangs las ik Lucien Leuwe, dat is de derde grote en ten onrechte altijd wat veronachtzaamde roman van Stendhal. Het is een onvoltooide roman, maar dat hindert niet. Juist door zijn onvoltooidheid heeft Lucien Leuwe iets moderns, zoals sommige beelden van Michelangelo iets moderns hebben, omdat ze maar half uit de steen zijn gehaald. Hoogtepunt van Lucien Leuwe is de passage waarin Stendhal beschrijft hoe Lucien en Madame de Chastellet in de loop van één avond voor elkaar vallen. Op elkaar gefixeerd raken, niet meer zonder elkaar kunnen, kortom, hoe hun tot dan toe bedwongen of zelfs ontkende liefde hen overweldigt. Op meesterlijke wijze analyseert Stendhal wat hier allemaal in het geding is. Begeerte, ijdelheid, trots, verwarring, misverstand, angst om belachelijk te lijken, behaagzucht, overgave, extatische vreugde en nog een dozijn andere gevoelens. Alles wat er speelt in zo'n beslissende fase wordt door Stendhal blootgelegd.
Niets blijft er over van de conventionele blik op verliefdheid. Dit is de werkelijkheid. Stendhal's subtiele geest en literaire techniek vormen samen een uniek instrument. Wat hij in 70 bladzijden zichtbaar maakt, dat doet geen historicus, psychoanalyticus, cineast of interviewer hem na. Dit kan alleen een romanschrijver en dit kan alleen in de roman. Deze passage maakt duidelijk waarom de roman een van de grote uitvindingen is in onze cultuur. Deze verbluffende bladzijden in Lucien Leuwe werden geschreven omstreeks 1835. 100 jaar later begint in de Lage Landen Simon Vestdijk aan de grote romancyclus die zijn naam dankt aan de hoofdpersoon Anton Wachter. Hoogtepunten in deze cyclus zijn steeds de passages waarin Anton verstrikt raakt in zijn gevoelens voor meisjes en vrouwen. Zo is er de meesterlijke passage waarin Vestdijk laat zien hoe Anton valt voor een potige verpleegster die hij al op het eerste gezicht weerzinwekkend vindt, waar hij niets mee wil en waar hij in één avond toch aan vast komt te zitten. Zonder iets te willen afdingen op de grootheid van Stendhal kan gezegd worden dat Vestdijk's analyse van deze fase van een liefde niet alleen meesterlijk en mislepend is, maar ook dat zijn analyse dieper gaat en nog meer omvat dan die van Stendhal. Om de eenvoudige reden dat hij 100 jaar na Stendhal schrijft en ook na Freud en na Proust. Hij profiteert van 100 jaar ontwikkeling in het menselijk bewustzijn en 100 jaar ontwikkeling in de romankunst. Heden ten dagen kunnen we in de twee grote romans van Jonathan Franzen, The Corrections en Freedom, scènes aantreffen waarin intimiteit en intieme verhoudingen op een nieuwe manier worden getoond. Ik denk aan de scène in The Corrections, waarin een van de hoofdpersonen de seksuele relatie met zijn vrouw na een lange en pijnlijke onderbreking hervat, nadat hij in de tuin, half gek van woede en ellende, met een heggenschaar in de weer is geweest en zichzelf ongewild, maar toch ook moedwillig heeft verwond. Ik heb gezegd dat er heel veel is dat een romanschrijver niet meer hoeft te doen, omdat het al door de journalistiek of door de filmindustrie wordt gedaan. Sinds de seksuele revolutie en liberalisering van de samenleving liggen voor de romanschrijver de grootste mogelijkheden in de verkenning van intieme verhoudingen, een onderwerp net zo oneindig als de kosmos. Meer dan ooit tevoren kunnen wij onze innerlijke wereld openbaar maken. Intimiteit is zo oud als de mensheid. Plato beschrijft hoe Socrates in de gevangenis van Athene, voordat hij de gifbeker drinkt, een van zijn bedroefde leerlingen troostend over zijn haren streelt. In een lang en abstract gesprek over de onsterfelijkheid van de ziel is dat een verrassend en verfrissend realistisch detail. Maar zulke details zijn zeldzaam in de literatuur van de oudheid. De literaire codes stonden het immers niet toe. En dat is nadien nog heel lang zo gebleven. Intimiteit is het meest nabije, maar in de literatuur is het lange tijd min of meer onzichtbaar gebleven. Tolstoj is bijvoorbeeld de eerste romanschrijver geweest die in Anna Karenina de geboorte van een kind heeft beschreven. De evolutie van de roman is mij in de loop der jaren steeds meer gaan interesseren. Ik ben daardoor ook steeds meer overtuigd geraakt van de enorme vitaliteit en potentie van het genre. Welke mogelijkheden je als romanschrijver hebt, besef je het sterkste door klassieke auteurs te lezen. In een van zijn aanstekelijke colleges over Russische literatuur schrijft Nabokov: de hele geschiedenis van de literaire fictie als een evolutionair proces kan worden beschouwd als het peilen van steeds dieper en dieper lagen van het menselijk leven. En dit lijkt mij de sleutel tot de toekomst van de roman. Dank u zeer. Dankjewel Oek voor dit mooie en inspirerende verhaal en dit betoog voor intimiteit, waarbij het ons spijt dat we je op deze 51ste actie buiten de deur, die in het geheel niet teruggetrokken was, toch weer voor een gesloten gordijn hebben geposteerd. We wisten niet wat we deden. Ik wil nu graag het panel vragen om daar
te gaan zitten op de drie voor jullie meest rechtse en voor mij meest linkse stoelen. En misschien kan Oek er ook al meteen bij gaan zitten. En dan is de formule die we bedacht hebben dat Christian Weitz, Wanda Rijssel en Joost de Vries eerst apart even kort zullen zeggen wat, welke gedachten zij hebben gekregen bij het verhaal van Oek. En dat we dan dat zij met elkaar en ik met hen en u allen met hen in gesprek gaan over de toekomst van de roman. Laten we het alfabetisch doen. Dan beginnen we bij Wanda. Moet ik het spits afmeten? Jij mag. Jij zult. Je hebt ook iets opgeschreven. Dus dat... Ja. Dat zeggen ze altijd. Kort zijn. Dit is een prachtig klassiek betoog ook, Oek. Ik dacht de toekomst van de roman. Dat heeft voornamelijk te maken met de toekomst van de lezer. Maar goed, daar heb je het niet echt over gehad. Wat mij wel heel erg interesseert, is dat je het vooral hebt natuurlijk over de traditie en het verleden. En dat we ons daarop moeten enten. Dat staat buiten kijf. Maar de vraag is... ik las in een oud interview met John Cheever zijn opmerking dat hij niet per se zijn eigen ontwikkeling als schrijver, als romanschrijver en verhalenschrijver, lineair zou noemen. Dat wil zeggen, als ik het goed begrepen heb, dat niet het ene boek specifiek geënt hoeft te zijn op het vorige. En misschien... geldt dat eigenlijk wel voor de hele literatuur. De vraag is of het of die lineair is, die ontwikkeling. En of je niet, of het niet juist alineair is en of je niet juist sprongsgewijs ontstaat en dat daar ook dan iets nieuws ontstaat. Dus laten we zeggen dat James Joyce en Virginia Woolf hun stream of consciousness niet op Tolstoy hebben gebaseerd. Want die schreef niet echt zo. Maar bijvoorbeeld eerder dat geënt is op de montagetechniek van film. Een springerige manier van denken, een modern medium in hun tijd. Waardoor er ineens iets echt moderns kan ontstaan. Dus dat... Dat is een beetje tegensprakig met wat jij beweert, dat het aldoor maar een lineaire ontwikkeling is die aldoor iets beters of moderners zou opleveren. Ik kan me ook niet goed voorstellen dat als je het ontleden van de menselijke natuur, wat natuurlijk een heel interessant onderwerp is en wat wij ons als schrijvers allemaal als kern zien. Maar je kunt niet blijven afpellen. Dus er moet ook iets gebeuren. Die menselijke conditie moet ook iets met de tijdgeest doen. Dus daar moet een chemie ontstaan. Tot zover. Joost, doet dit het? Ja, hij doet het. Hij doet het. Ook had natuurlijk over heel veel dingen. Ik ben, behalve schrijver, ben ik ook redacteur bij de Groene Amsterdammer. Een al 136 jaar vol beschouwing over alles in de wereld. En ik zie natuurlijk heel veel stukken die we plaatsen, maar ik zie nog veel meer stukken die we niet plaatsen. En daar zitten heel veel stukken bij, essayistiek, of verhalen, of weet ik wat, die voor mijn gevoel heel erg geschreven zijn vanuit het idee, vroeger was het beter. En dat is natuurlijk een onderwerp dat je in de literatuur heel veel tegenkomt. En ik weet zelf niet hoe het was om te debuteren in de jaren 90. Of dan alle boeken bij Lagers klaar voor je stonden en alle interviews. Maar ik verzet me er altijd heel erg tegen. Ik heb het idee, om het even wat breder te zeggen, dat anno 2013 als thinking person, om het even zo te noemen, een heel breed palet is. En inderdaad, literatuur heeft er niet meer, of de literatuur als in de roman, heeft er niet meer het primaat in dat het misschien ooit had. Maar er is veel meer en veel betere dingen om je te voeden.
Dan heb ik niet eens zozeer over film op dit moment. Nou, je noemde het al even, heb je te maken met een enorm aanbod aan tv-series die wat mij betreft op alle mogelijke manieren het etiket literair verdienen. Zoals je wat mij betreft ook zelfs schilderkunst kan hebben of popmuziek kan hebben, dat wat mij betreft literair is. Maar de vraag is dan, als dat er allemaal is en als dat allemaal literair is en hoogwaardig, is er dan ook een rol voor de roman weggelegd? Nou, daar ben ik heilig van overtuigd, anders zat ik hier ook niet. En het heeft gewoon puur mee te maken, denk ik, dat uiteindelijk voor mij, en dan vraag je aan mij, Joost, waarom is voor jou literatuur belangrijk? Waarom is het voor jou de reden dat het voort zal blijven bestaan? Waarom heeft het een toekomst? Heeft het wat mij betreft puur mee te maken dat de roman eigenlijk de enige kunstvorm is, het enige medium is waarmee je direct tot de verbeelding van iemand anders zal moeten verhouden. Het is de meest actieve kunstvorm. Daarom vond ik het wel heel interessant wat Liedewij Edelkoort zei. Ik heb het interview ook gelezen. Ja en nee. Mocht het ooit zover komen dat we moe worden van beeldcultuur, dan heeft de literatuur nog altijd de gouden toekomst. Dus dat is mijn reactie zo snel. Oké. Christian. Ja, ik ga hier gelijk op door, want dat is wel interessant. Want kijk, natuurlijk, roman, enige vorm, het enige wat je met je eigen verbeelding maakt. Maar je maakt ook Fifty Shades of Grey met je eigen verbeelding. Dus wat dat betreft. En die romans blijven misschien ook wel voortbestaan en blijven ook een publiek vinden. Maar de roman als een product van dat een eigen evolutie heeft, die steeds weer verder komt, die dus steeds weer nieuwe deuren naar menselijk bestaan opent. Daar kun je afvragen of dat nog kan, welke vorm dat moet hebben en of dat opgemerkt wordt door lezers. Als je begint met de roman, dan even snel, hè? De Don Quixote, als die, die kon alleen maar voor zich uit praten, hè? Die hoorden we niet denken. Als Sanchez zijn knecht even weg was, dan gaat hij in zichzelf praten. We hebben altijd die knecht nodig, hè? Dan heb je op een gegeven moment Flaubert, die hangt de microfoon in het hoofd van die personages. En zo kom je steeds verder. Maar al die vernieuwingen zijn misschien ook niet direct opgemerkt. In die tijd dat de grote vernieuwende romans verschenen, als je dan in de top tienen van die tijd kijkt, of als je kijkt wat er gewoon verkocht wordt, zit ook een hoop rotzooi natuurlijk bij. Dus je hebt altijd een hoop populaire fictie waarbinnen dan die nieuwe dingen zitten. En welke kant die vernieuwing opgaat, dat jouw idee leek me te zijn dat het gaat. Je gaf het voorbeeld van die intimiteit die steeds verder gaat, maar er zijn volgens mij, en dan haak ik weer bij jou aan, is die evolutie misschien niet zo lineair dat er op allerlei punten nieuwe. Je kunt ook zeggen, het nieuwe is, even de laatste vernieuwing in de roman, is Michel Houellebecq, die opeens het sociologische essay de roman in heeft gesleurd. Dus het kan ook nog weer hele andere kanten opgaan. En misschien gaan we wel samen met de Chinese en de Japanse literatuur een mooi creoliserend iets aan. En dat je, net als dat je pas 7 jaar na dato over een oorlog kan schrijven, kun je misschien pas over 10 jaar kijken wat dan de vernieuwingen van de roman zijn geweest. Maar dan staan we hier vanavond wel aan de. Kan ik daar even vooravond meteen op je kunt daar helemaal ja? Alles op zeggen wat je wil. Te beginnen bij het lineaire. Ja, ik denk inderdaad ook niet dat zo gaat. Ik voel veel meer voor jouw opmerking sprongsgewijs dat er. Ik denk dat. Kijk, schrijvers zijn geen literatuurwetenschappers. Hè? Schrijvers die cruisen gewoon door de literatuurgeschiedenis. Die pakken gewoon alles wat van hun gading is. Hè? Dus die, tegenwoordig pak je ook tv-series, zou ik zeggen. Alles wat kwaliteit heeft, alles wat je op straat ziet. Hè? Dat is voor mij één grote massa. Maar, hè? Omdat het gaat over de toekomst van de roman, richt ik me op de romangeschiedenis. Ja, ik denk, doe de bronnen van Joyce of zo. Ja, dat begint bij Homerus. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat hij inderdaad een montage, dat dan toch meer uit de film komt dan uit de roman zelf. Want het bestond gewoon eerder in de film dan in de roman.
En wat de evolutie betreft, denk ik dat dat eigenlijk een combinatie is van dat we inderdaad in de exploratie van de binnenwereld van mensen, dat daar werkelijk nog oceanen liggen en de drie eeuwen geschiedenis van de roman dat ook bewijzen. Als je gewoon ziet wat er in drie eeuwen aan evolutie is geweest, waar we nu zitten vergelijken met 50 of 100 jaar geleden, denk ik van daar is nog ontzettend veel terrein. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in combinatie met de tijdgeest en met nieuwe onderwerpen. Ja, maar als ik er even op mag inhaken. Je zegt dus ergens van door de liberalisering van de samenleving die al een tijdje geleden natuurlijk begonnen is in de jaren 60. Zijn er zoveel meer mogelijkheden om iets over de intimiteit te zeggen. Maar ik heb nou juist het gevoel dat van tegenwoordig, omdat er zoveel intimiteit is, namelijk op social media, en dat gaat allemaal veel verder dan wij ons zouden kunnen. Ik ben niet klaar, ik ben nog niet klaar, wacht even. Dat er zoveel op straat ligt en dat er juist sprake kan zijn in een roman en van een jonge schrijver, van een oudere schrijver. Dat privacy gewoon eigenlijk. Privacy bestaat niet meer. Mm-hmm. Maar misschien komt er wel een kentering dat men veel geslotener gaat worden. Juist omdat we bijna op een soort toppunt van openheid en privacy. Dat verwacht ik ook. Hè. Net als Liedewij en jij verwacht ik dat ook. Dat mensen zich. Mensen zullen de consequenties gaan zien van wat ze nu op het internet doen. Ze zullen zich inderdaad die hele vulgariteit, daar zal men van terugkeren. Maar in een roman gaat het natuurlijk echt om een hele subtiele analyse. En ook om nieuwe onderwerpen. Ik moet nu denken aan hou heel erg van Kawabata, een Japanse auteur, Nobelprijs 1972. Zijn roman De Schone Slaapsters. Dat is was een voor mij volstrekt nieuw onderwerp. Dat gaat over hele oude mannen in Japan die naar een soort bordeel kunnen gaan, waar hele jonge meisjes van 13, 14 jaar in een bed liggen, in een soort comateuze slaap. Deze impotente oude mannen die kunnen nog één nacht doorbrengen bij zo'n prachtig jonge meisjeslichaam. Nou, dat is een. Denk ik van dan ben je een groot schrijver. Hè, als je zo'n nieuw onderwerp durft te pakken en ook zo prachtig over weet te brengen en op een hele subtiele manier. Het is een nieuw onderwerp, maar is het ook een nieuwe vorm? Want ik denk dat de nieuwe vorm veel belangrijker is voor de toekomst van de roman dan een nieuw onderwerp, hoe buitennissig dat misschien ook, mm-hmm. ook is met die 13-jarige meisjes. Als je het vergelijk met de geschiedenis van de muziek, waar je ook het een en ander over hebt gezegd. Is het niet zo dat de evolutie van de muziek eigenlijk. Dat leeft niet meer. Wat er nu modern gecomponeerd is, komt niemand meer uit vrije wil naartoe, volgens mij. En het zou kunnen dat de roman ook die kant uitgaat. De serieuze, de literaire roman waar we die in de traditie. Wil je dan daarmee zeggen dat de muziek eigenlijk dood is? Ja, de gecomponeerde muziek is mooi. En wat dacht je van de gecomponeerde popmuziek? Om het even dat te noemen, want ik wil het zeggen, daar gebeuren toch wel behoorlijk nieuwe dingen. En misschien moet je eerder daarmee. Dat is dus die één tak van die evolutie is doodgelopen, zullen we zeggen. En daar gaat de muziek op zichzelf wel door. Maar de gecomponeerde muziek, dus het lijntje van Bach, Stravinsky, en dat eindigt misschien. Ja. Dat was een bos en daar is nu nog een struikje van over. Ik vind het een hele interessante vergelijking. Ik ben zelf eigenlijk al vanaf het moment dat ik mijn eerste roman schreef, ben ik bezig met die vernieuwing. Hè? Wat dat zou kunnen zijn. In mijn eerste boek, In Opwaaiende Zomerjurkens, zie je nog een hele duidelijke invloed van het modernisme. Heel veel monoloog interieur, heel veel montage. En daarna heb ik eigenlijk in Cirkel in het Gras heb ik voor een min of meer klassieke vorm gekozen. En daar ben ik ook op doorgegaan. En ik heb me heel erg gericht dus op thematiek en exploratie van nieuwe onderwerpen. Of vormvernieuwing in de roman mogelijk is, ja.
Ik zit daar eigenlijk continu naar te verlangen, maar ik zie zelf de mogelijkheden niet. Ik geloof bijvoorbeeld ook niet in een hybride roman waarin je allerlei tekstsoorten gaat mengen, dus heel veel e-mails erin gooien en dat soort. Dat is het niet. Ook dat allemaal is... al gebeurd. Als ik je wat vragen mag. Als jij nou begint met een roman, ga je dan denken, nu ga ik een roman schrijven in de modernistische traditie? Nee, allang... Of is het iets wat je nou achteraf over jezelf zegt? Nou, bij mijn eerste boek was ik gewoon Joyce aan het lezen. En dat, toen was ik 26, dus dan ontdek je, laten we zeggen, als schrijvend ontdek je nog constant nieuwe dingen waar je nog nooit van gehoord hebt. Dus ik ontdekte monoloog interieur en die komt dan halverwege zo'n beetje komt die de roman binnen. Dat kun je zien. Ik heb het wel een beetje teruggecomponeerd of zo, maar pas in het tweede deel begint dat echt heel opvallend te worden. En nu heb ik een, denk ik, een min of meer uitgekristalliseerde stijl. Niet dat ik denk van daar ga ik van uit of zo, of dat ga ik reproduceren of herhalen, of daar ga ik iets nieuws mee doen. Maar ik begin wel een roman te schrijven zonder gedachtes aan stijlen of waar het aan moet sluiten. Ja. Ik wil dat eigenlijk ook van de anderen wel. Even, hoe zit het bij jou zelf, Joost? Mijn eerste man Klaus is dus toen verschenen. Toen had ik een radio-optreden in België. Toen had ik 4 uur in de trein gezeten. En toen had ik een radio-interview bij Radio Clara van 3 minuten. Dat was de eerste vraag van Joost. Fijn dat je wil zijn. Je hebt een roman geschreven in de postmodernische traditie. En toen heb ik 3 minuten lang een beetje gestotterd. En toen was het interview weer af. Het punt is dat, daarom vroeg ik het even aan Oek. Als ik zit te schrijven, is dat uiteindelijk redelijk blanco in mijn hoofd. Ik heb niet een vooropgezet idee van het moet hierbij aansluiten, het moet daarop lijken, het moet die vorm hebben. Je werkt gewoon net zo lang aan een hoofdstuk, tot het hoofdstuk op geen enkele manier anders nog kan. En wat in welk kader je dat in moet brengen. Het grote verschil met de tijd van de grote modernisten is misschien als je bijvoorbeeld reacties leest op de verschijning van de eerste delen van Proust, dan zie je dat mensen in die tijd het gevoel hebben dat er echt een totaal nieuw wereldbeeld in zit. Dat kunnen wij ons haast niet meer voorstellen, maar de reacties in Frankrijk, ook in Engeland werd die cyclus heel snel opgepakt. Mensen hadden echt het gevoel, hier komt een totaal, knalt gewoon echt iets, een hele nieuwe visie naar binnen. En dat is natuurlijk, daar zijn wij voor mijn gevoel op dit moment niet mee bezig. Nee. Nou, ik Jij wil wel. Even een kant tegen doen. Maar nee, ik wil niet zeggen, niet over mijzelf. Maar een roman als De Welwillenden van Jonathan Littell geeft een visie op de geschiedenis vanuit de kant van een natie, die we niet eerder zo gezien hebben. Dat is nieuw. Nu zien we dat een aantal van dit soort dingen meer opkomen. Dus dat van de zon. Is dat ook een, ik heb het niet gelezen, maar is dat ook een vormvernieuwend boek? Nee. Nee, dat hoeft het niet te zijn. Nee, maar daarin is het wel vernieuwend, omdat het is fascinerend. Hoe je nog nooit, ik althans, me zo verplaats in de andere kant. Mm-hmm. En dat is ook nog eens een keer een figuur die het eigenlijk niet een zware natie. Het is eigenlijk een beetje een meeloper, het is een reporter, het is eigenlijk een schrijver eigenlijk ook. Mm. En hoe gewoon het allemaal wordt. En dat is nou precies de kern waarschijnlijk van het gehele nazisme. Maar dan wordt het een behoorlijk briljant. Ik denk dat je het er vrij makkelijk over eens kunt zijn dat er nog maar weinig schrijvers zijn die achter hun laptop gaan zitten met het idee van nu ga ik iets groots en vormvernieuwends doen. Ja. Is dat een verlies? Christian. Het lijkt me de enige houding om achter die schrijftafel te gaan zitten. De vorm vernieuwen? Van nu ga ik iets groots en vernieuwends doen. Ja, of je het dan vervolgens waar maakt is wat anders. En dat is juist wat je kunt dan... Juist dan kun je heel makkelijk op je bek gaan natuurlijk. Omdat je iets wil gaan proberen wat nog niet gedaan is. Ik heb de boeken die ik goed vind, dat zijn die hebben ook zo'n vernieuwend wereldbeeld. À la Proust is inderdaad nieuw. Maar kom eens dichterbij in de tijd dan, de laatste 20 jaar. Jeanette Winterson. Mm-hmm.
He, dan denk je, god ja, die Nederlandse literatuur is allemaal leuk, aardig, we bladeren door, zit er misschien eens in de 5 jaar zit een goed boek bij. Maar ik lees Jeanette Winterson en iedere pagina staat in brand. Dan denk je, wat gebeurt hier? Wat, mm-hmm. En dat is dan toch iets... Maar dat is toch gewoon goed schrijven dan? Of wat jij goed schrijven vindt, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar als je hoe maak je een goede zin en hoe maak je een goed karakter? Timmer je dat hele werk... Ja. Zo volgens je eigen visie in elkaar, dat daar een nieuw soort blik uit voortkomt. Ja. En het is toch een soort filosofie light wat je bedrijft met een boek. En dat hoop je dat al die elementen natuurlijk samenkomen in dat ene boek. Maar dat betekent nog niet dat je gaat zitten van ik ga nu even de vorm vernieuwen. Ik heb het wel eens gedaan, ik heb mijn tweede boek... Dat was zeker geen vormvernieuwing, maar voor mijzelf wel. Dat bestond uit stukjes, fax bestond toen nog. uit een script, scènes uit een script. Helemaal opgeknipt. Ik vond het zelf een ontzettend leuk boek, maar mensen vonden dat ontzettend moeilijk om te lezen. Dacht ik, dat gaat me dan te ver. Nou, wij zitten misschien ook aan dat, en ik zelf ook hoor, aan dat het is bijna een soort verlangen, hè, naar een vormvernieuwing. Omdat die geschiedenis van die roman, die is natuurlijk toch bij ons. Hè. Bedoel, je hebt gewoon, iedereen weet gewoon wat Flaubert heeft gedaan ten opzichte van de romantische auteurs. Iedereen weet wat Joyce en Proust hebben gedaan. En dat zijn grote evenementen in de literatuurgeschiedenis. En in je eigen tijd zie je het haast niet. En ja, tenminste, zo werkt het bij mijzelf. Ik denk van ja, dat is dat verleden wat je bij je hebt. En je hebt zelf het gevoel van ik zit in een tijd waarin dit niet gebeurt. Of althans, ik zie het niet. Nou, wat wel het heel interessant is natuurlijk dat een succes als dat van Noëlle Beck. Ja. Dat moet je dan op een bepaalde manier verklaren. Het heeft verder niks met vormvernieuwing te maken. Nee, dat is, kijk, hij schrijft romans à thèse. En dat is in de Franse literatuur een genre sedert de 18e eeuw. Dus ja. Maar ik heb het gevoel dat ook de toekomst van de roman steeds meer uit gaat maken. Ik denk dat Welbeck zelfde schok is als Proust. Van hey, wat een wereldbeeld dat hier opeens komt. En dat is... Ja, is dat vormstijl? Dat is eigenlijk niet eens meer van belang. Hij is eigenlijk niet een hele geweldige schrijver, vind ik, op zinsniveau. Nee. Maar kennelijk richt hij iets aan. Ik weet het dus nooit. Maar het gaat ook over de receptie. Het gaat ook over dat mensen dat willen lezen. Kennelijk heeft hij een haak in de werkelijkheid. Maar is hij niet gewoon een provocateur? Iemand die over grenzen gaat? Het is absoluut geen goede stylist. Maar misschien is dat wat deze tijd vereist. Misschien is Welbeck een geweldig stylist, want... heeft hij voor zijn ideeën juist een soort van anti-stijl nodig. En is dat weer een stijl op zich. Maar ik heb één ding, als je het over vorm hebt... heb ik één ding eigenlijk de laatste aantal jaar heel erg zien gebeuren. Het is bijna een stijlmiddel dat je echt bij heel veel auteurs ineens tegenkomt. Veel van auteurs van mijn leeftijd, moet ik zeggen. En dat is de flash-forward. Je merkt echt steeds meer romansluik open. Die begint met een proloog van 1 bladzijde. Mm-hmm. Waarin iets spannends gebeurt. Je ziet iemand over een strand rennen. Er zijn lichten, er zijn honden, er is geluid. En dan begint het boek. En dat is puur film. En wordt die techniek dan verderop in het boek ook gebruikt? Nee. Dat is gewoon alleen puur, het begin. Het is letterlijk een trailer. Het is de trailer. Het is een trailer van een boek. Ja. En dat is een van de weinige momenten. Wanneer je heel duidelijk ziet dat de tradities die nu de roman inkomen... Mm-hmm. Dus ook van andere media komen. Ja, uit film. Maar Joost, denk je dat je... Het is al heel lang natuurlijk zo. Denk je dat je het in termen van waarin een nieuwe roman nu past, dat je het nog moet hebben over het dan inpassen of het vernieuwen van de literatuurgeschiedenis? Of dat eigenlijk een onzinnige beperking is van die geschiedenis? Dat je het eigenlijk gewoon onmiddellijk af moet gaan zetten tegen ook wat er aan films en televisieseries is? Ja, dat lijkt me vanzelfsprekend. En ik bedoel, Wanda gaf net een heel goed voorbeeld met hoe film... nog even monodestische literatuur binnenkomt. Dat gebeurt nu denk ik net zo hard. Ik bedoel, uiteindelijk is een schrijver, denk ik, ja ook natuurlijk niet, want die zit heel teruggetrokken. Maar uiteindelijk zit een schrijver niet alleen maar in zijn bibliotheek... Kom er nooit meer vanaf, hè? Niet alleen maar in zijn bibliotheek boeken te lezen. Ik bedoel, ik ga er ook gewoon vanuit dat hij naar buiten gaat en reclames op de bushalte ziet hangen en dat hij af en toe de radio aan heeft ziet staan en af en toe naar de film ziet gaan. Ik bedoel, als schrijver of als mens maak je natuurlijk altijd deel uit van een bepaalde cultuur. Dus die cultuur komt je boek in en die komt nooit alleen bij literatuur vandaan.
Maar zit er nou, want dat, daar ben ik zelf heel erg nieuwsgierig naar, zit er nou in jonge generatie schrijvers, zit daar... Ik merk eigenlijk helemaal niks van een, laten we zeggen, een revolutie. Of jonge schrijvers die zich heel hard afzetten tegen een oudere generatie. Men begint wel zijn eigen tijdschriften, zijn eigen websites, zoals gebruikelijk. Je deelt een generatiegevoel. Maar ik heb niet het idee van... Er is ergens een groep jonge schrijvers die iets heel anders wil. Nou, zie ik dat verkeerd? Dat zie je. Ja, laat ik voor sake of argument zeggen dat je het behoorlijk verkeerd ziet. Nee, allereerst denk ik dat heel veel... Ik bedoel, ik ben niet de aangewezen persoon om nu namens mijn hele generatie te praten. Maar allereerst denk ik inderdaad, als je kijkt naar de mensen die de nieuwe literaire tijdschrift opzetten, dat die niet heel erg de behoefte hebben zich af te zetten tegen iemand. Ik denk niet dat die noodzaak er is. Wat je wel ziet, en dat merk je gewoon in de gesprekken die je met elkaar hebt, dat er gewoon bepaalde onderwerpen zijn waar we heel erg mee bezig zijn. Maar je zegt, die noodzaak om je af te zetten is er niet. Ik voel die niet. Nee. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet, nou ja, goed, toevallig hebben de Groene heeft er even een groot stuk over in een NRC, of Christian een interview in Vrij Nederland ook, naar NRC het laatste stuk van Toen Bezen. Bijvoorbeeld bij heel veel mensen, schrijvers van mijn leeftijd, zijn heel erg met ironie bezig. Mm-hmm. Om daarvan af te komen. Mm-hmm. Dat is echt iets waar, wat je gewoon bij veel mensen van mijn eigen leeftijd en mijn eigen... Van de ironie afkomen. Van de ironie afkomen, ja. Mm-hmm. Nou, dat vind ik nieuw. Ja, nee, maar dat is echt een soort terreur geweest in Nederland. Het is niet dogmatisch of zo. Nee. Maar je merkt gewoon in de gesprekken die je met elkaar hebt, en je merkt ook in de literatuur terugkomen, dat er iets wordt gezocht. En iets is dat je kunt waarnemen. Mm-hmm. Nou, dat is interessant, want dat is echt een ironie. Is sedert de jaren 70, 60 een soort terreur in de Nederlandse literatuur. Ik ben echt hier ben ik blij door verrast. Oké, nou ja, goed, kijk. Ik ben nu heel erg uit mijn eigen binnenzak aan het praten. Ik heb net een stuk voor de Groene erover geschreven. Maar ik heb heel erg het idee dat voor een bepaalde soort generatieliteratuur of dat ironie een soort van middel was dat je nodig hebt. En ik heb het idee dat voor heel veel mensen nu ironie een soort default setting is. Mm-hmm. Waar je aan los moet maken. Mm-hmm. Dus dat zie je gebeuren, denk ik. Oké. Wat mij nog opviel, terwijl volgens mij ook het licht in de zaal wel een beetje aan mag, zodat eventueel mensen daar ook nog hun hand op kunnen steken. Dat Oek, jij had het. Jij sprak eigenlijk helemaal vanuit het perspectief van de schrijver. En Wanda zei aan het begin van wat ze als reactie had, even kort iets van: nou ja, ik denk dat de toekomst van de roman toch ook heel erg te maken heeft met de toekomst van de lezer. Ja, daar ben ik heel erg met Wanda eens. En daar heb ik ook wel gedachten over, hoor. Wat je kunt afleiden uit dat verhaal van Lidewij Edelkoort, dat heeft allemaal te maken met levenstempo. En met steeds, zeggen, elk decennium of elke 20 jaar is er ook door nieuwe technologie weer een versnelling van het levenstempo. Mensen hebben steeds minder tijd om te lezen. Maar ik denk dat er ook een ontwikkeling is dat mensen zich eigenlijk steeds scherper van bewust worden dat die enorme hoeveelheid mogelijkheden dat die er blijft, maar dat je gewoon eigenlijk steeds meer zelfbeheersing moet hebben en steeds meer in staat moet zijn om keuzes te maken. Om scherp te kiezen voor dit ga ik doen en dit ga ik laten zitten. Keuze voor onbereikbaar willen zijn. Dat is iets wat mensen denk ik veel meer in hun systeem zullen gaan bouwen, want anders kun je gewoon op deze manier kun je niet overleven, want je verdwijnt gewoon in de vluchtigheid. Is het niet zo dat we hebben aan de ene kant een verheugend feit, namelijk dat de lezersgroep heel groot is geworden. De lezersgroep? Ja, dus de, het aantal alfabeten. Het aantal. Ja, het aantal alfabeten. Ja, nummer 1. Ja. Er is sprake van gezonken cultuurgoed. Maar dat de elite die vroeger las, die is er nog steeds. Dat zijn hoogopgeleiden, dat zijn studenten. Maar het lijkt wel alsof Boekenland bestaat alleen maar uit die bestsellers. Die dan zo hoog in de top 60 staan. Maar het is een gevolg van democratisering, heb ik het idee. En van beter onderwijs en al dat soort dingen, dat er over de hele linie eigenlijk meer wordt gelezen, maar anders wordt gelezen. En dat er ook gevraagd wordt om meer toegankelijke literatuur, dat die dan ook succesvol is.
En dat de wat ingewikkelder literatuur blijft eigenlijk voor die kleine groep. Maar er is nu een soort verwarring, lijkt het wel, over onder ons schrijvers of in boekenland. Alsof die top dan bepalend zou moeten zijn. Terwijl het segment wat altijd al Kafka en al jou ook onze favorieten... waar we vandaan komen, lazen, die groep, die is er volgens mij nog steeds. Stel, die bestaat uit 150.000 mensen, ik zeg maar wat. Dat is wel heel optimistisch geschat. Als er 100.000 mensen Tonio kopen, dan zullen daar ook mensen zijn die daar uit een andere belangstelling dat gaan lezen. Maar ook een bestseller als die van Buwalda, daar kunnen we toch wel gewoon spreken van dat een literatuur is. Mm-hmm. Maar die hele grote verkopen, dat is nieuw. Dat was vroeger niet zo, of die waren niet zo zichtbaar. Nee, vroeger was een grote verkoop van een literaire roman zelfs iets wat je verdacht maakte. Dat kon niks zijn. Nee, maar nu is er dus een breder publiek waardoor bijvoorbeeld verhalende literatuur veel makkelijker binnenkomt bij een grotere groep. Wat dan ook tegelijkertijd natuurlijk populairder wordt. Maar dat zegt nog niets over de kwaliteit van de iets moeilijkere literatuur. Nee. Ik geloof wel dat het navelstaren in de literatuur... een beetje tot een einde is gekomen, ook in verband met ironie die je ook maar eens op moet houden. Wat bedoel je met navelstaren? Nou ja, er zijn heel veel jonge schrijvers, denk ik, die vooral hun eigen leventje als uitgangspunt nemen. Dat is op zich prima. Dat mag. Dat moet zelfs. Maar het blijft heel vaak beperkt tot dat... kleine wereldje en het maakt niet echt die soort denkstap naar een groter universum. Dat is wat ik mis eigenlijk vaak bij sommige jonge auteurs. Ik zie het wel, ik zie het eerder bij buitenlandse auteurs. Iemand als David Van is een jonge Canadese auteur, maar die wel... ongelooflijk hard heeft lopen slijpen op zijn zinnen en zijn ontwikkeling. En die vind ik, dat vind ik een ontzettend goede schrijver. En hoe kom je op zo'n nieuwe jonge auteur? Want hoe komen die tot jou? Want die moet er dan toch, die heeft dat niet bij jou persoonlijk in de brievenbus gedouwd. Nee, maar die... Dus er is nog een instantie ergens. Ja, misschien zijn het critici, misschien is het geruchtencircuit. Zeker. Maar waarin dus die dingen worden opgepakt. Ja. Hè, zoals ik ooit van Janet Winterson hoorde op een letterdispuut ergens. Toen was zij net aan het beginnen. En, hè, dus het moet ergens, dus daar ligt ook een taak voor. Absoluut. De literaire kritiek. Ja. Het is. Waarvan akte. Maar, stel nog eens een vraag. Christian, Wanda had het net over die 150.000 lezers. En toen dacht jij, volgens mij, misschien zijn het er wat minder. Zijn het er genoeg voor een romanschrijver in de komende 40 jaar om... In feite heb je nou een paar lezers genoeg. Hè? Ik verkoop altijd net zoveel boeken als dat er abonnees van de Groene Amsterdammer zijn. En ik heb ook vaak het idee dat dat één op één samenvalt. Dat het exact dezelfde groep is. En daar ben ik op zich heel tevreden mee. Maar het is ook omdat, als je voor die paar mensen wil schrijven, dan weet je ook niet precies waar ze wonen. Nou ja, je kunt natuurlijk het ledenbestand even... Ja, nee, we hebben de Groene is dat direct in de bus houden. Maar je moet die mensen toch bereiken over de hoofden van de massa heen. Dus je moet even... Je zou bij wijze van spreken bij De Wereld Draait Door moeten gaan zitten. En dan dat die ook die mensen die potentieel geïnteresseerd zijn, het dan zien. Maar... Ik weet niet, Kafka haalt helemaal geen lezers, Pessoa ook niet. Hè? Dus, maar ik weet ook niet of we zo'n soort cultuur hebben dat we dat over een paar jaar weer gaan opgraven. Maar we hebben ook veel meer schrijvers.
We hebben heel veel schrijvers. Ja, ja, veel te veel. Er is een enorme schaalvergroting. IKEA-romannetjes. Ja, er is een enorme schaalvergroting op alle gebied. Dus, ja, dus het wordt steeds meer vechten. Je ligt maar een paar weken op die tafels in de boekwinkel. En dat is allemaal vervelend, inderdaad. Ja, ja. Dus wat dat betreft maar dat komt het wel goed. Heel somber uit. Ik kijk even die kant op. Daar zie ik een voorzichtige vinger. Nee. Nou, dat. Volgens mij kan het zonder. Dat gaat prima zo. Dank je wel. Als ik lang praat, moet je gewoon afpakken. Oké. Okay. Meneer de Jong, de toekomst ligt bij de, of in de intimiteit. Onder andere, hè? Onder andere. Ja. Ik begrijp naar Van Joost dat je ziet nu een trend, een soort einde van de ironie. En dat, nou, dat klopt dan wel, want ironie is in zekere zin tegenovergestelde van intimiteit. Dat is vrij gesloten, waar intimiteit vrij direct is. Ik was eigenlijk benieuwd naar of u daar wat meer over kon vertellen, voor wat u dan onder intimiteit verstaat. Want u noemt, of iemand noemde Facebook sociale media, maar dat is ook niet intimiteit, dat is exhibitionisme. Ja, dat versta ik er inderdaad helemaal niet onder. Ik denk dat Facebook eindeloze zelfpromotie is. Naïviteit misschien ook. Versies van jezelf aan de buitenwereld. Maar dat heeft heel weinig te maken met echte intimiteit. Ja, ik ken films waarin intimiteit op een prachtige manier zichtbaar wordt gemaakt. Hè? Japanse films, Europese films. Maar ik denk dat de roman toch een eigen techniek heeft. Hè? Omdat je, kijk, je kunt nooit in de hoofden van acteurs kijken. Hè? Acteurs moeten het uitbeelden. In een roman heb je inderdaad die microfoon in het hoofd van het personage. En ik denk dat daar eindeloos veel mogelijkheden zijn. En dat het gewoon aan schrijvers is om dat te exploreren. En dus ik vind zo'n voorbeeld van Kawabata, het huis van de schone slaapster. Dat is voor mij echt een heel belangrijk voorbeeld. Ook bijvoorbeeld als je wat teruggaat in de tijd, over monoloog interieur gesproken. Als je Anna Karenina leest van Tolstoj, de laatste bladzijde waarop Anna nog in leven is en op weg is in het rijtuig naar het station waar ze zich voor de trein zal gaan gooien. Dat is eigenlijk een monoloog interieur. Een van de eerste grote monoloog interieur in de literatuur. Daar zie je gewoon plotseling iets heel bijzonders gebeuren. Ik denk dat daar iets, een binnenwereld werd blootgelegd dat heel revolutionair was in die tijd. Mutatis mutandis kunnen wij op dit moment ook dit soort dingen doen. Maar ik denk dat een romanschrijver gewoon voor allerlei dingen op het ogenblik heel erg uit moet kijken. Je kunt, laten we zeggen, over heel veel grenzen gaan. Gewoon provoceren, schandaal verwekken. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Je kunt ongelooflijk grof en heftig zijn in een roman. Daar zul je effect mee creëren. Maar dat is het natuurlijk ook niet. Het gaat gewoon om het creëren van dat hele subtiele instrument wat Stendhal in zijn tijd had. Wat schrijvers in deze tijd ook moeten hebben. Ik denk bijvoorbeeld dat Janet Winterson, als je gewoon naar haar geschiedenis kijkt, dat is een vrouw met een hele gecompliceerde achtergrond. Gecompliceerde seksuele persoonlijkheid, denk ik. En daaruit ontstaat dan inderdaad, ontstaan die bladzijden die echt in vuur en vlam staan, zoals Christian zegt. Dus daarom ben ik er ook zo voor dat schrijvers gewoon echt helemaal in hun eigen obsessies boren. Want ergens is er altijd een punt waar dat hyperindividuele overgaat in iets universeels. Ik denk dat als je maar lang genoeg boort in wat er bij jou persoonlijk aan obsessies en aan bronnen is, dat je eigenlijk vanzelf, als je het goed doet, uitkomt bij iets universeels. En dan is mijn richting, dat zijn gewoon intieme verhoudingen. Dat ligt mij ook het beste om scènes te schrijven tussen 2-3 mensen. Dat interesseert mij het meeste. Maar ja, goed, een andere romanschrijver zal een ander perspectief aanbrengen. Ik denk, als ik even mag aanhaken, dat je Facebook heel erg tekort doet door het een narcistisch medium te noemen.
als de mensen van Facebook afgaan, dan zeggen ze nooit ik ben gestopt met Facebook omdat ik niet kon ophouden met foto's van mezelf posten. Ze zeggen altijd ik ben gestopt met Facebook omdat ik om 3 uur 's nachts nog naar vakantiefoto's van mensen die ik niet ken aan het kijken was. Ja, en ik denk tijd. Dat, Wander noemt even democratisering, ik denk dat je daar een link naar ziet naar literatuur toe. Ik denk dat heel veel mensen die het leven zien van andere mensen op Facebook of weet ik veel waar, denken, hey, ik heb ook een leven net als andere mensen. Ik hou van die andere mensen, of ik ze nou ken of niet, maar hun levens lijken op die van mij. Dus ik heb het recht mijn eigen leven uit te venten. Of uit te venten, dat klinkt alweer cynisch dan ik bedoel. Maar dat ze wel het idee hebben van ik heb recht om dat leven tot literatuur te maken. En ik denk dat daar ook wel een link in zit van waarom zoveel literatuur. En ik denk niet alleen bij jonge generatie schrijvers. Ik bedoel, je moet dus alle schrijvers van 50 de kost geven die na 10 romans dus maar eens een keer over zichzelf beginnen. Dus ik denk dat daar ook wel een soort van gek soort, ik weet niet of je het intimiteit moet noemen, maar daar zit een soort duidelijke link, denk ik, dat mensen toch meer de literatuur naar zichzelf toe gaan vertalen. Wat is jullie ervaring met de invloed van redacteuren op de vernieuwing, positief of negatief, op jullie romans of schrijven? Ik vraag er niet van. Ja. Wat de invloed is van de redacteuren op de vernieuwing, of vernieuwing in de romans of jullie schrijven, hoe zij jullie hebben beïnvloed daarin? Toevallig, ik vraag me wel of jullie dat ervaren. Ik zei dat toevallig laatst eens tegen mijn redacteur. Van, ik heb nu mijn tekst nu net definitief helemaal af. Dus ik heb het net de afgelopen week helemaal doorgenomen. Dan zei ik altijd als ik een opmerking van jullie krijg, ik heb 3 redacteuren die het in meer of mindere mate gelezen. Dan zei ik altijd als jullie een opmerking maken, is het om het makkelijker te maken. Het is nooit, het is nooit de bedoeling van een redacteur, lijkt het wel. Niet zijn nadeel van mijn redacteur, want ik hou er veel van. Maar het lijkt wel alsof ze nooit de bedoeling hebben de tekst meer literair te maken. Het is wel altijd zo, het moet meer begrijpelijk maken. Ik had dat ook een keer bij mijn laatste boek, stond ergens zo'n zinnetje wat steeds terugkomt, kom mee. Er stond een cirkel omheen, wie zegt dit nou eigenlijk? Ja, weet ik veel wie dat zegt. Maar toen kwam ik daardoor wel, zij wilde eigenlijk dat ik het weghaalde, want toen kwam ik juist daardoor op het idee van, oh, steeds als ik kom mee staat, wat steeds terugkomt, dan ga ik het in de jij-vorm doen. Dus ik kreeg opeens een modulatie erin. Dus dat boek kreeg daardoor wel weer meer relief, misschien onbedoeld, of misschien is het wel zo'n goede redacteur dat hij dat kan voorzien. Dat soort processen ook gaande is. Maar ja. Nou ja, kort samengevat kun je zeggen dat de vernieuwing in een roman komt niet van de redacteur. De redacteur is gewoon daar hebben we het toch over. Hè? Maar ze zijn er ook niet om die te houden. Absoluut niet. Ja. Het omgekeerde lijkt me. Ik hoorde ook zeggen dat je als schrijver het beste schrijft over datgene wat je zelf het beste kent. Dus er was een pleidooi voor een roman in Nederland gesitueerd. Ik wil eens weten hoe de andere schrijvers daarover denken. Nou ja, als je een ander land kent, dan moet je het zeker daar situeren. Maar het is in ieder geval zo dat je de omstandigheden die je... Het hoeft niet zo te zijn, maar omstandigheden die je goed kent, die geven heel veel mogelijkheden. Zo kom ik dus uit een doktersgezin en komt wel eens vaker terug in mijn boeken. Maar het had net zo goed een winkel kunnen zijn, dan heb je ook bepaalde patronen, daar zijn wel overeenstemming. Maar je moet het natuurlijk wel niet te ver en niet... niet te ver geografisch, maar ook niet, zeker niet te ver van jezelf zoeken. Dat is niet aan te raden voor een beginnend schrijver. Ik denk aan Gerard Reven, die zei al die schrijvers die gaan maar de hele tijd op reis en schrijven in het buitenland, terwijl er hun eigen straat misschien wel 6 Madame Bovary wonen. Ja. Maar ja, vraag ik me dan wel af hoe je dan die koetsscène doet, maar dan kun je misschien een taxi voor nemen of zo. Ja, ik heb nu mijn nieuwe roman, speelt zich... Het begin speelt zich af in Amerika.
in Upstate New York. En de rest van het boek speelt zich af in Wenen. Maar alle personages zijn... Terwijl er drie Madame Bovary in jouw straat. Ja, ongelooflijk. En ik heb ze allemaal het hoofd gezien. Maar ik ben altijd meer geïnteresseerd in Vronsky dan in Madame Bovary. Oh, sorry, ik reed net door elkaar. Maar in ieder geval, het gaat wel over Nederlanders. Maar eigenlijk vind ik het veel interessanter dan, wat... Dan is het natuurlijk alweer heel anders. Ja, maar ik vind het eigenlijk veel interessanter wat jij eigenlijk net zei. Van wat een boek eigen maakt. En dan maakt het niet eens heel veel uit of je het op de steppen in Mongolië situeert of waar dan ook, is dat je als schrijver al je eigen obsessies en al je eigen onderwerpen erin maakt. En daarmee maak je het boek jouw boek, denk ik. Niet zozeer of het nou per se aan de baasjes weg afspeelt. Ja, ik heb gewoon een beetje de indruk dat er schrijvers zijn die een soort minachting voor Nederland hebben. Heel typerend voor de Nederlandse literaire kritiek en ook filmkritiek is het compliment wat volgens mij in geen enkel ander land on-Nederlands. Ja. Dus deze film heeft een on-Nederlandse allure. Dit boek heeft een on-Nederlandse klasse. Ik heb werkelijk afgelopen jaar veel Franse kritieken en dergelijke gelezen. Volgens mij bestaat het nergens ter wereld. In Frankrijk heeft nog nooit iemand opgeschreven van deze roman is van een on-Franse allure. Maar daar zit natuurlijk een soort gebrek aan er zit een soort minachting voor Nederland in die ik eigenlijk een beetje kinderachtig vind. En dan gaan schrijvers maar zwerven over de wereld. En dan is het cosmopolitistisch. Het eindigt in de woestijn van Namibië. Het is allemaal oppervlakkig. Nou, je denkt soms wel eens bij een boek van goh, volgens mij heeft de auteur een reisbeurs gekregen voor een bepaalde bestemming. En daarom wordt mijn personage daar nu naartoe gesleept. Het is gewoon toerisme. In bepaalde boeken zag ik ook gewoon de reisgids bijna open liggen. Dan hoef je er in ieder geval niet heen als je de reisgids goed doet. Wat ik mis op het ogenblik in de Nederlandse literatuur is satire. Ik denk dat we in een samenleving zitten die werkelijk barst van de mogelijkheden voor grote satirische roman. Ik kan hem helaas zelf niet schrijven. Het is niet mijn, temperament. Maar ik denk dat daar zoveel te... En dat je dan juist die zaak zo geweldig kan fileren. Daar zit ik echt op te wachten. Ja, maar dat dreigt natuurlijk wel gauw weer ironisch te worden. Ja. Satire, woedende satire, absurdisme. Gewoon de manier waarop dat in Oost-Europa gebeurt. De manier waarop ze, zaten ze natuurlijk onder die communistische plak. En daar hebben ze een manier gevonden om dat gewoon helemaal onklaar te maken. En dat kun je met dat Nederlandse systeem, zoals dat op het ogenblik werkt, zie ik ook wel mogelijkheden. Maar in Nederland hebben we zo ontzettend veel cabaret. Ja, en in Nederland hebben we ook zoveel mensen die zichzelf wel lijken te persifleren. ik bedoel, van Geert Wilders kan je geen satire maken, want die is het al. Maar de absurdistische, daar zou ik meer in geïnteresseerd zijn. Ja, dat lijkt me een goeie. Nog een keer. Ja, sorry, ik besef dat het een... vrij moeilijk en brede vraag is, maar ik wil hem toch nog een keer aan de andere drie schrijvers vragen, misschien op een andere manier. Hoe zouden jullie wat associëren jullie met intimiteit in de literatuur of in het algemeen? Dat vind ik allebei interessant. Wat zijn jullie associaties bij dat begrip, dat fenomeen, de werking? Hoe werkt dat voor jullie? Ja, nou zal ik. Het is het hart van een roman. Dat is gewoon intimiteit. Dat is namelijk precies wat Oek zegt natuurlijk en wat elke lezer weet. Dat je binnenin een ander mens, binnenin een ander mens in zijn gedachten mag rondlopen. We leven in een maatschappij waar we niet op kunnen zien aan elkaars voorhoofd wat we van elkaar denken. Dus intimiteit, wat we werkelijk denken. Is een van de vormen die dat heel erg mooi doet, is de roman. We zien de lelijke kant ervan op internet, bij fora, bij scheldkanonades. Ja. Waarin de onderkant en de binnenkant werkelijk de onderbuik spreekt. En daar hebben mensen kennelijk een grote behoefte aan om heel hard te schelden op van alles en nog wat en graag hun mening te zeggen. Gelukkig, als je kan schrijven, als je een roman kan schrijven,
kan je natuurlijk kritiek verwerken, maar je kunt dus ook natuurlijk zeer, zeer diepgaande buitennissige manier van denken neerzetten in je personages. Dat is waarom ik schrijf, bijvoorbeeld. Omdat het anders is, omdat ik bang ben voor gelijkvormigheid. Voor dat iedereen braaf knikt. Ik geloof dat er... mijn ervaring is gewoon dat de binnenwereld en de buitenwereld verschillen. Dat mensen beleefd zijn en fatsoenlijk, zogenaamd, tegen elkaar. Maar dat moet ook, die samenleving... kan anders niet functioneren, maar dat er natuurlijk, zoals iedereen weet, aan de binnenkant natuurlijk heel andere dingen spelen. Alleen hebben die weer verschillende vormen. En enkele vormen daarvan zien we ook weer op internet, ook op Facebook en andere social media. Dus in die zin komt er veel van die binnenkant. Die schrijvers al heel lang proberen te beschrijven. Licht op straat, alleen op een hele, ook een hele kille vorm. Meestal en vaak ook een zinloze vorm. Wat schrijvers doen is natuurlijk op dat niveau afdalen. En er dan een draad doorheen halen. Het fictionaliseren is natuurlijk ook... er een bepaalde betekenis aan geven. En daar hebben wij dan ons ambacht van gemaakt. En dat probeer je te doen. Maar natuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. Het rondlopen in de intimiteit. Dat geldt ook voor... Ja, ik vind het een hele goede vraag, omdat vooral voor mezelf ook het antwoord ook zo moeilijk is. Het vergt wel heel veel van de schrijver intimiteit, in de zin dat... Er hoeft maar één verkeerde zin of één verkeerd gekozen woord te zijn en de illusie van intimiteit is weg. Op het moment dat je een roman leest en die zit in het hoofd van een bepaald personage, dan hoeft eigenlijk maar één zin verkeerd te zijn en je wordt als lezer meteen gewezen op de constructie van wat je in je handen hebt, namelijk dat het iets is dat bedacht is. En de enige manier, denk ik, waarop je echt die intimiteit kan voelen, is het moment dat dat helemaal wegvalt, waar je eigenlijk totaal niet meer nadenkt. Van dit is door een auteur geschreven, die hoort bij het gezicht op de achterflap. Dus ik kan je niet zo uitleggen, denk ik, hoe je dat bewerkstelligt. Maar het is een heel precair iets. En de schrijver moet zich natuurlijk ook verhouden ten opzichte van zijn personage. Je moet ook van jezelf iets bloot durven geven. Weliswaar vermom je dat, maar zonder dat gaat het niet. Christian, jij beschouwt je ook als een intimiteitsforscher. Ik heb er niet... Nee. Om niet te zeggen, intimiteitskoopman. Ik vond het van Joost, die heeft het over de illusie van intimiteit. Dat is meer mijn pakkie aan, denk ik. Daar kan ik wel wat mee. Misschien dat je dus heel bewust bezig bent om zo'n fictional dream, suspension of disbelief, om dat te creëren. En dat het niet zozeer een intimiteit is die... die lezers menen te kunnen herkennen van eindelijk zie ik een personage. Dat is waar bepaalde schrijvers ook altijd gestalkt worden. Hè? Van, nou zie ik eindelijk iemands binnenwereld en ik voel helemaal mee. Terwijl dat natuurlijk gewoon een illusie is waarbij ik eigenlijk jou eerder een spiegel voorhoud waar jij je eigen intimiteit ingooit. Maar ik ben vooral, je gaat me tot drie keer vragen wat is intimiteit. Dus het lijkt iets achter te zitten, dus of twee keer, maar je gaat het straks vast nog een keer vragen. Dus ik flash forwards van. Die schrijvers van tegenwoordig hadden. Maar ik proefde even alsof je daar ons wilde laten uitlullen. En dan kom jij met nog een laatste woord, toch? Ja. Dus laten we dat dan maar even doen. Ja, als de keeper gaat lunchen. Nee, niet per se. Maar heb ik een punt? Ik was er echt... omdat... Kan je een voorbeeld geven van een... intimiteit in een boek dat je heel geslaagd vindt? Ja, ik vind... Ik moet meteen full disclosure. Ik ben niet heel erg thuis in proza. Ik ben meer van theater. Maar van de proza schrijvers vind ik Coetzé de meest intieme eigenlijk die ik ken. Ik weet niet of ik dat zo snel kan uitleggen. Ik weet niet. Ik heb de associatie dat hij... het idee dat hij probeert wel een soort open zenuw... zo goed als dat gaat, echt ver voorbij de psychoanalyse te benaderen en die bloot te leggen. Ik weet niet, voor mij gaat intimiteit
in relatie tot Coetzé. Dus niet zozeer over jezelf binnenstebuiten keren of heel veel over jezelf of een innerlijke monoloog blootleggen. Ik vind, ik huil, ik schreeuw, ik heb pijn, et cetera. Ik heb seks, ik neuk en op die manier. Nee, maar of heel erg van binnen. Voor mij gaat intimiteit, als ik Coetzé lees, dan denk ik, ja, waarom is het intiem? Omdat dat gaat over, moeilijk uit te leggen, maar over contact, over ontmoeting, over dingen die niet bij elkaar te krijgen zijn, die te pijnlijk zijn om samen te brengen zijn, en toch doet hij dat. Mm-hmm. En ik denk dat ik daarom zijn werk, maar dat, zo noem ik dat ook in het dagelijks leven, merk ik steeds vaker. Intimiteit is verschil, is ontmoeting, is elkaar aan de ogen kijken en zeggen, hoi, ik ben jou niet. Maar dat het dan allemaal nog steeds intact blijft. Ja, intimiteit. Ik vraag dit eigenlijk inderdaad voor de derde keer. omdat ik heb het idee dat in het kader van de toekomst van de roman, als je zegt, daar zit iets, ik denk ook, ja, daar zit inderdaad ook iets. Maar daarom probeer ik daar naartoe te vragen. Wat zou dat dan kunnen zijn? Ik denk dat het misschien niet is om dieper in die psyche af te dalen en in iemands gedachten. Want juist bij Coetzé is het juist, hij is juist heel droog en van buitenaf. Hè, voor een man van zijn leeftijd, gescheiden, 52, heeft hij het probleem van de seksualiteit naar zijn idee heel aardig opgelost. Iedere donderdagmiddag belt hij aan. Het is heel sec, droog en kaal en toch voel je daar van alles in. Maar dat is ook dus weer een schrijverstruc om jouw eigen emotie en die gespannenheid daarvan neer te... Je kunt intimiteit natuurlijk ook vanaf de buitenkant laten zien. Hè? Ik ben het wel met je eens. Beter dat het helemaal niet gaat om steeds maar binnenwerelden open te leggen. Het detail wat ik gaf van Socrates die even die jongen over zijn hoofd aait. Dat is buitenwereld. Hè? Dat is gewoon iets wat je laat zien. Eén gebaar. Maar dat onthult heel veel. Maar goed, dat spreekt vanzelf. Er zijn natuurlijk allerlei vormen. Als je een roman neemt als Kalme Chaos van Veronesi. Prachtig boek. Iemand die weigert te rouwen eigenlijk. Of die voelt gewoon niet dat hij moet rouwen. Nou, dat is een goed modern onderwerp. Hoe die het, waarom hij het heeft gedaan, die overwegingen ken ik niet. Ik denk niet dat die roman 50 jaar of 30 jaar geleden ook geschreven zou zijn. Nou, dat is en dat vind ik iets punt, heel he? Interessants. Dat, dan heeft iemand voor mij een soort en waarom iets, kon die iets roman, wat nu speelt ja. te pakken. En waarom kon die 50 jaar geleden niet geschreven zijn? Omdat hij zo de rouw lijkt te negeren. Mm-hmm. Dat is zo'n concept wat hier neergezet, wat 50 jaar geleden niet zo... Was nee. ondenkbaar dat je ja, dat... Denk het wel. Dat je zo over een emotie mm-hmm. nadenkt. Vervolgens doet hij er weer een heleboel wel mee. Het verhaal ontwikkelt zich op een hele andere manier. De emoties vinden op een andere, op iets anders, wordt op hem geprojecteerd. Mm-hmm. Dat vind ik een goede eigentijdse en eigenlijk misschien wel ook toekomstige vorm van een roman. Ja, daarmee zit je ook meteen bij een nieuw aspect van dit onderwerp. De binnenwereld van mensen is natuurlijk niet iets statisch, dat ontwikkelt zich enorm. Dus we zijn niet bezig om in een soort krater af te dalen die er altijd is. Nee. Dat bewijst wat jij nu over Veronese vertelt, dat hoe het menselijk brein, het menselijk bewustzijn, alles, dat ontwikkelt zich. En dat moet je ook zien weer te geven. Er wordt anders tegen aangekeken. En dat is, denk ik, een van de belangrijkste... vormgevingselementen van een toekomstige roman. Dus het is niet alleen zozeer dat we op de schouders van reuzen staan, maar ook achter eerdere mijnwerkers aan naar beneden klauteren. Ja, maar steeds in andere en nieuwe ravijnen, zou ik dan zeggen. En niet steeds in dezelfde afgronden kijken, maar het zijn steeds nieuwe afgronden die gemaakt worden en die door schrijvers getoond kunnen worden. Het lijkt me, als er niet nog een hele dringende laatste hartekreet is, een mooi beeld om mee af te sluiten. En dan hoop ik u allemaal op, dat was het 2 april, terug te zien als
Vonne van der Meer van alles zal komen zeggen over de toekomst van de roman. En wil ik u heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid hier. En dat nog versterken voor Christian Weitz, Wanda Rijssel, Joost de Vries en Oek de Jong. Dank u wel.